Het Huis 4424 is een theaterproductie wat het verhaal vertelt over de bevrijding 80 jaar geleden en wat de relatie daarvan is met het heden. We vragen de makers hoe de productie tot stand is gekomen, wat erbij komt kijken en of het theater produceren inmiddels routine is. Het stuk is te zien in het Openluchttheater Overloon tussen 14 en 23 juni. Nee. Het is er bij mij niet met een paplepel ingegoten, maar erin geslagen, zeg maar. Mijn vader was regisseur in Gemert en daarvoor op een hoop andere plekken. Mijn moeder speelde altijd toneel en het was, als er een voorstelling draaide, dan was ons hele huis leeg, want er stond de hele huisraad op het toneel. En als er een keer een kleine rotmenneke nodig was in een stuk, dan was Basje meestal het haasje. Jaren later had ik zoiets van, ja, de acteren is toch niet mijn ding. Ik vind alles erachter leuker, het organiseren, noem maar op. Ja, en dan rol je erin en mijn eerste grote productie was er meteen een met 250 spelers. Dus dan heb je je ontgroening ook wel meteen gehad. Ja, ik zat op de PABO en toen werd ik gevraagd door die kunstinstelling. Zo ben ik dat vak ingerold en toen heb ik besloten, nou, dan ga ik mijn opleiding omzetten. Toen ben ik naar de HKU gegaan in Utrecht en heb ik me laten opleiden als kunstmanager, docent, regisseur. Ja, nu zijn we 15 jaar verder en sta ik voor gigantische groepen mensen. En dat is... De beste ideeën die krijg je 's nachts tussen 3 en 4. En daarvoor heb je dan een bloknootje naast je bed liggen. En dan denk je, ja, ik wil iets met een huis en iets met 80 jaar bevrijding. Theater is anders dan film bijvoorbeeld. Met film kun je veel meer sturen. Wat geef je de kijker mee? En theater is een live ervaring. Dus iets wat de acteur deelt met zijn publiek. En uiteindelijk weten we allemaal dat Romeo en Julia, dat gewoon Wim en Jan zijn. Maar zij spelen alsof ze verliefd zijn op elkaar. En wij hebben de wens om daarin te geloven als publiek. Ja, en die mix, dus van is het echt of is het niet echt. En dat je verwonderd wil worden als publiek. Ja, dat is, daar word ik enthousiast van. We maken dit met een hele grote groep. In totaal zijn er ongeveer 120, 130 mensen bij alle voorstellingen betrokken. En iedereen moet zich thuis kunnen voelen in het huis. En dat betekent veilig, gezellig en leerzaam. En ja, daar doe ik als producent echt alles voor. Je moet goed kunnen luisteren en ontzettend veel geduld hebben. Dat is heel belangrijk. Want je bent ook, ja, zeker in dat amateurcircuit, ook voor een heel groot gedeelte toch een soort sociaal werker. He, mensen komen met... Zitten hier bij een vereniging voor hun plezier, maar hebben vandaag een rotdag gehad of er is een overlijden of iets zit tegen in de familie en dat nemen ze toch mee de vloer op. Dus je moet altijd je oor te luisteren leggen en zeggen, ach, dat snap ik, ja, kom. En ze dan toch helpen om die drempel over te gaan. Onze kinderen die hebben geen toekomst zo met jullie. Met die fabriekjes. Wij staan hier en wij gaan niet weg totdat hij toegeeft dat je misdaad heeft begaan. Ja. Tegen de mensheid, tegen de aarde. En we gaan niet weg voordat u dat toegeeft. Wij gaan niet weg. Nou, de tekst stond al vast, dus dat was in ieder geval wel duidelijk. En er was het ook wel gewoon best wel streng. Alleen... Je had wel de vrijheid om, zeg maar, je intonatie en hoe je het vormgeeft en waar je naartoe loopt en wie je op dat moment aankijkt en hoe je welke expressie je eraan geeft. Kijk, 2024, waar hebben we mee te maken? Intimidatie, irritatie op social media. Er is een of andere staalgigant ergens in Nederland die we niet met naam noemen, want wij noemen hem Steelmail, die alle mogelijke dingen uitspookt die niet kloppen. En al die dingen die komen op een gegeven moment samen in dat gezin wat in 2024 in het huis woont. Nou, ik denk dat ik wel best wel verschil van mijn personage. Want ik speel een verwende hockeydochter. Dus ik hoop dat ik het echt niet zo ben. Mijn karakter vind ik wel echt bij mezelf passen. Toen ik auditie ging doen, hoopte ik wel al dat ik in 1944 kant zou komen. Maar het is wel gewoon heel leuk om te doen en een hele uitdaging. Want het is juist iemand die best wel ver van mij afstaat. Dat is gewoon een onderwerp wat me wel heel erg aanspreekt. En qua uiterlijk vind ik mezelf daar ook wel passen. En het stuk draait echt om keuzes van, ja, blijven we hier, gaan we met de billen bloot of houden we de schijn zo lang mogelijk op en zien we wel wat er dan gebeurt. En dat dilemma, dat is heel herkenbaar voor mensen, heel voelbaar voor mensen bij de voorstelling. Ik denk vooral dat het wel een heel actueel stuk is, omdat het zowel gaat over 2024 als over vroeger en dat die tijden met elkaar in gesprek raken en dat maakt dit stuk wel heel erg uniek. En ik hoop heel erg
dat het publiek die deze voorstelling gezien heeft, bij zichzelf te raden gaan, wat zou ik doen in zo'n situatie? En welke verantwoordelijkheid neem ik voor de keuzes die ik maak? En als ik dat gesprek met deze voorstelling op gang weet te brengen, ja, dan ben ik een trotse regisseur.